Voormalig groot opperhoofd van de trio's, Asongo Alalaparu, die vorige week zondag is overleden, wordt maandag begraven. Vanavond is er een rouwplechtigheid ter nagedachtenis van de Kramang. In het gebouw van het districtscommissariaat van Sipaliwini kunnen vrienden en familie het condoleanceregister tekenen. Lorraine Jubitana, directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, zegt dat alles rond de ter aarde bestelling van het ex-grootopperhoofd in orde is. Alalaparu is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Met het heengaan van deze inheemse leider verliezen wij een guru. Alalaparu, die 79 jaar is geworden, heeft ongeveer 24 jaar leiding gegeven aan de trio-stam die in het zuiden van Suriname gevestigd is. Hij genoot veel respect van alle inheemse stammen. Alalaparu was altijd voorstander van een eenheid onder de inheemse volkeren van Suriname. Dit jaar droeg hij zijn grammanschap over aan zijn kleinzoon Jimmy Turumang. Jammer genoeg is Alalaparu overleden tijdens de vorderingen die gemaakt worden in de kwestie grondenrechten. Uit respect voor het voormalig opperhoofd en als blijk van waardering is vice-president Ronnie Brunswijk naar de woonplaats afgereisd om Alalaparu maandag de laatste eer te bewijzen.